als ik naar Ajax kijk, dan kijk ik eigenlijk altijd maar naar één speler. Eén. En dat is nummer 21. Kijk ook naar hem. Ook vanavond tegen Vitesse. Kijk naar nummer 1. Volg hem op het veld. Hij gaat nooit door de ondergrens. Hij staat er altijd. Lisandro Martinez. De kleine man uit Argentinië. De man met, zoveel passie. En zoveel. Hij staat op dat veld met de wil om te winnen. Hij staat er altijd. Maakt niet uit waar je hem zet. Verdediging, middenveld. Hij levert altijd. Kijk naar zijn snelheid. Kijk hoe hij een bal afpakt. Boom! Hij heeft hem. Hij is altijd voor Martinez. En kijk ook hoe goed hij kan pasen. Werkelijk, ze zijn messcherp. Als langs een laser gaan ze recht door het hart van de vijandelijke verdediging. En het is vooral zijn enorme drive die mij zo verschrikkelijk aanspreekt. Kijk hoe hij een duel ingaat. Die bal is voor hem altijd. Voor Martinez. Kijk hoe hij erin vliegt bij een hoekschop. Bam, hij komt erin. Zonder enige angst. Als kamikaze, bam, komt hij. En dan springt hij mee met al die grote gasten. En soms scoort hij ook nog. Martinez, 21. Zo'n klein mannetje. En zo'n grote voetballer. Ajax kocht hem voor 7 miljoen. Kun je je voorstellen? 7 maar. Hij is nu al 3-4 keer zoveel waard. Het is de beste aankoop die Ajax ooit heeft gedaan. Lisandro Martinez. Kijk vanavond naar hem. Nummer 21.